Minister André Misikaba van Sociale Zaken en Volkshuisvesting heeft in de Nationale Assemblée aangegeven dat het traject van registratie van woningzoekenden nader wordt bekeken. Dit om het onbehagen bij de samenleving van het niet in aanmerking komen van een woning weg te werken. Diverse leden van uw college hebben hier de vraag gesteld over de procedure om in aanmerking te komen voor een woning. Dit vraagstuk is een vraagstuk waarmee opeenvolgende regeringen geconfronteerd zijn en de eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat geen enkele regering hiervoor een schoonheidsprijs kan worden toegekend. De situatie zoals die in de praktijk plaatsvindt is dat het tempo van het bouwen van huizen het tempo van het groeiend woningtekort niet kan bijbenen. Dit is evenwel niet uniek, maar is overal in de wereld zo. Zolang dit het geval is, zal er altijd een situatie zijn van ontevredenheid en een gevoel van onbehagen bij diegenen die niet in aanmerking zijn gekomen voor een toewijzing, voorzitter. In de eerste ronde vertelde ik u dat bij de SBSB Bank 8000 mensen, voorzitter, hun stukken waren goedgekeurd om in aanmerking te komen voor een huis. En u weet dat regering Bouterse tussen 2010 en nu circa 1800 woningen heeft gebouwd. Zie daar, voorzitter, die discrepantie. Dit gezegd hebbende wil ik duidelijk maken wat het werkkader van de woningproblematiek in ons land is. Laat me er wel bij zeggen dat de regering niet is blijven stilzitten. Wij gaan het traject van registratie van woningzoekenden nader bekijken om het onbehagen van het niet in aanmerking komen weg te werken. Het bestand zal in ieder geval worden opgeschoond om de grootte van de vraag naar woning goed zichtbaar te maken. Terwijl administratieve en technische procedures in proces zullen worden gebracht, moeten we beseffen dat de toewijzing van op handen zijnde projecten normaal zijn voortgang moet vinden. Deze toewijzing zal tot dan nog plaatsvinden op basis van aanvraagbrieven en natuurlijk de sociaal-maatschappelijke screening naar de woningnood van de aanvragers, voorzitter. De regering heeft op basis van de lessen die geleerd zijn in de achter ons liggende jaren de instructies voor toewijzing aangescherpt om te voorkomen dat toegewezen woningen leeg staan of onderverhuurd kunnen worden. Koop- en huurcontracten zullen als zodanig ook aangescherpt worden op dit stuk met de mogelijkheid voor intrekking van de woningen.